Hartelijk welkom bij alweer het laatste college van Duitsland en Europa. Het is donderdag 19 maart. We hebben sinds afgelopen vrijdag zijn we begonnen met digitale colleges, omdat we min of meer ingehaald werden door de actualiteit van de coronacrisis. Die actualiteit, daar wil ik nog heel eventjes op ingaan. Angela Merkel heeft gisteren haar Ansprache an die Nation gehouden. Dat deed ze naar mijn idee zeer goed. Ze was ook heel erg goed in staat eigenlijk om diverse groepen aan te spreken, zoals mensen die in supermarkten werken, die nu heel hard de schappen moeten vullen. Natuurlijk de mensen in de ziekenhuizen, maar ook alle burgers zelf die thuis moeten blijven en die nu in een beperktere omgeving offers moeten brengen. Ik vond dat ze dat eigenlijk heel invoelend deed. Merkel is natuurlijk bekend geworden als crisiskanselier. We hebben er ook al een aantal crises besproken. Zoals natuurlijk de Oekraïne-crisis, de kredietcrisis, de vluchtelingencrisis, de klimaatcrisis. En nu hebben we dan opeens een nieuwe crisis waarop zij kan worden beoordeeld. En over het algemeen kun je zeggen dat zij in crisistijd het vaak op haar best is. De Frankfurter Allgemeine Zeitung opende vandaag met haar reden, waarin zij zegt dat dit de grootste uitdaging is sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, als historicus ben ik natuurlijk geneigd om dan te denken van, nou ja, grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog. Waren er niet andere grote uitdagingen? Nou, in ieder geval natuurlijk 1945 zelf. Grote steden waren gebombardeerd. Duitsland had zich overgegeven. Heel veel krijgsgevangenen waren nog in de Sovjet-Unie, in Frankrijk, moesten allemaal terugkomen. Allerlei gezinnen die gebroken waren. 10 miljoen vluchtelingen uit Oost-Europa die een plek moesten krijgen. Dus 1945 zelf lijkt mij wel degelijk een grotere uitdaging. 1973, oliecrisis was natuurlijk ook een hele grote uitdaging. En we weten niet hoe het nu verder gaat, maar dit kan natuurlijk hele grote gevolgen hebben. En we staan eigenlijk maar pas aan het begin van deze crisis. Dus we moeten nog heel goed kijken wat er komen gaat. Opvallend in Duitsland is natuurlijk wel de rol van experts. Heel veel wetenschappers op televisie komen toelichting geven van virologen, sociologen, economen, die allemaal hun ideeën over het verloop van die crisis geven. Dat is toch iets anders dan bijvoorbeeld in de Anglo-Saxische landen, waar die experts een beetje op afstand lijken te worden gehouden. Hoewel je daar natuurlijk ook nu een inhaalslag ziet in Groot-Brittannië en met name in de Verenigde Staten, waar Trump niets van experts moest hebben. En nu natuurlijk toch wel een beetje afhankelijk aan het worden is van die experts. Goed, het laatste college over zeg maar die Duitse kwestie. We zijn begonnen alweer heel erg lang geleden met de clip van Rammstein, Germania, met al de iconen van het Duitse verleden die daarin voorkwamen. We hebben veel gesproken over Duitse kunst in Europees perspectief. Het Waldesrauschen, om het maar zo te zeggen. Het woud en die diep gewortelde Duitse cultuur tegenover de meer oppervlakkige Franse civilisation. Hoe dat allemaal doorwerkt in cultureel opzicht, maar zeker ook in politiek opzicht. We hebben het gehad over de Duitse zondeweek, Duitsland in kaart. We hebben uitgebreid over die rol van die twee wereldoorlogen gesproken. We zijn dus nu beland bij de nieuwe Duitse kwesties inmiddels, waar jullie een eindopdracht over gaan schrijven. Ik zal even de aandacht vestigen op het vorige college, waar we een aantal van die nieuwe Duitse kwesties hebben besproken, zoals inderdaad de kredietcrisis, de Oekraïne-crisis, vluchtelingencrisis, klimaatcrisis en de crisis tussen Oost- en West-Europa, die min of meer ook veroorzaakt is door de opkomst van rechtse bewegingen die weinig
op hadden met de vluchtelingenstroom die in 2015 op gang kwam. En dat zie je natuurlijk door de, in Duitsland zelf de opkomst van Pegida en de AfD. Maar ook in Polen, waar in oktober 2015 de PiS-regering de verkiezingen won. En daar dus nu een zeer conservatieve wind waait. En dat heeft nogal wat consequenties voor de Duits-Poolse relaties. Waar dus die herinneringscultuur een hele belangrijke rol in speelt. Vandaar dan ook dat we het over die, vooral over die herinneringscultuur, die Duitse herinneringscultuur in Europees perspectief gaan hebben. Dan beginnen we dit college met de geschichtspolitiek van Helmut Kohl. Als er één politicus is die zeg maar aan geschichtspolitiek bedreef, de term is ook erg aan hem gelinkt, dan was het wel Helmut Kohl. Hij wilde zijn opvattingen over de Duitse geschiedenis zowel voor de binnenlandse politiek actief inzetten als voor de buitenlandse politiek. En daar ga ik straks uitgebreid op in. Het begrip herinneringscultuur wordt wel degelijk ook heel vaak sterk gelinkt aan de Duitse, het Duitse politieke en culturele landschap. Wij hebben Aleida Asman op bezoek gehad tijdens ons college. Dat is natuurlijk een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, ja, theoreticus van die Duitse herinneringscultuur. En het is eigenlijk erg mooi, vond ik, om haar te zien acteren. Want zij belichaamt als het ware die Duitse herinneringscultuur. Of je het daar nou mee eens bent of niet, dat is natuurlijk een ander punt. En juist om met haar in discussie te gaan, lijkt mij een belangrijk moment eigenlijk ook in dit college. Dan wil ik het nog hebben over de Duitse herinneringscultuur in Europees perspectief. Ik had dat iets uitgebreider willen doen, maar vanwege de tijd, het is toch een beetje improviseren, zal dat misschien toch iets korter zijn dan ik zou willen. En we beginnen met natuurlijk die Pools-Duitse relaties. Eigenlijk toch wel het belangrijkste van allemaal als het gaat om de geschiedenis. Juist omdat die Tweede Wereldoorlog in Polen begonnen is bij de slag bij Westerplatte op 1 september 1939 en daar toen eigenlijk al een verschrikkelijke blitzkrieg daarop heeft gevolgd. Maar natuurlijk ook omdat Polen het land is met toch de meeste slachtoffers. 6 miljoen, waarvan 3 miljoen niet-Joodse Polen en 3 miljoen Joodse Polen. En dat is natuurlijk ongelooflijk hoeveel slachtoffers daar in dat land geweest zijn. En vandaar dus ook dat die, als het gaat om Europese herinneringscultuur, dus die wrijvingen tussen Polen en Duitsland erg belangrijk zijn. Maar Griekenland, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië wil ik daar eigenlijk ook wel bij bespreken. Omdat ook elk land zijn eigen relatie heeft met Duitsland, waarbij dat verleden natuurlijk een belangrijke rol speelt. En we zien dus heel nadrukkelijk dat in het geval van Groot-Brittannië zelfs toegeleid heeft dat Groot-Brittannië afgedreven is van het Europese vasteland en dat geleid heeft tot de Brexit, die lijkt mij op dit moment een beetje in zwaar weer gaat verkeren, want de coronacrisis komt er even dwars overheen. En dat is niet heel erg in het belang van ideeën over een nieuw Groot-Brittannië met een sterke economie natuurlijk. Want dat is wat de Brexiteers wel nodig hebben. Oké, en tot slot wil ik het hebben over de herinneringscultuur. Die betwist wordt door de AfD en door Pegida op dit moment en waar nogal veel strijd over is, om uiteindelijk dan terug te keren naar een boek van Thea Doorn, wat jullie ook moeten lezen. Het heet Deutsch Nichtdumpf, ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten. Eigenlijk probeert Thea Doorn zowel de rechtse als linkse ideeën over Duitse identiteit met elkaar te verbinden. Ik kom tijdens dit college ook terug op de literatuur die wij hebben besproken. Maar ik begin met de geschichtspolitiek van Helmut Kohl. Kohl was eigenlijk een
ja, ik heb het er al eerder over gehad, zo rond 1930 geboren, een hele generatie van bekende Duitsers, zoals Habermas, de vorige paus Benedictus, ook onze eigen prins Klaus, de echtgenoot van de vorige koningin, allemaal geboren zo tussen 1928 en 1933, ongeveer 32, zoiets. En allemaal dus nog net... in ieder geval te jong om in de Weermacht of in de SS te dienen. Maar net oud genoeg om in de luchtafweer te kunnen dienen. Als 14, 15, 16-jarige. En vandaar dat het ook wel de Flakhelfer-generation genoemd wordt. Naar die luchtafweer. De generatie die daar nog net bij kon worden ingezet. Voor Kool was die Tweede Wereldoorlog dus extreem belangrijk. Hij heeft zijn broer verloren in die Tweede Wereldoorlog. En hij identificeerde zich heel sterk met de wederopbouwgeneratie. Hè, de generatie van het Wirtschaftswunder. En dat had belangrijke consequenties. Hij zag dus de Tweede Wereldoorlog echt als een belangrijke les voor de Duitse buitenlandse politiek en in het bijzonder de politiek ten aanzien van Frankrijk. De oude erfvijanden, Duitsland en Frankrijk, moesten zich verzoenen. En dat deed hij natuurlijk met Mitterrand, samen met François Mitterrand. En die hele Europese integratie, dat hele project, was eigenlijk de les van de Tweede Wereldoorlog. Immers, hij had met zijn generatie Duitsland opgebouwd. Steen voor steen, ze hadden geleden en hadden er een welvaartsstaat van gemaakt met een verzorgingsstaat, de sociale marktwirtschaft wordt dat wel genoemd. En die erfenis moest niet te grabbel gegooid worden, nee, die moest versterkt worden door sterkere Europese integratie, waarbij hij heel nadrukkelijk in lijn met Adenauer ervan uitging dat Duitse interesses en Europese interesses gelijk opgingen. Twee zijden van dezelfde medaille. Hij vond dus dat hij zelf jong genoeg was, om niets met nationaal socialisme te maken hebben gehad. En hij noemde dat zelf de gnade der späten geburt. Dat is dus de genade van de late geboorte. Dat heeft hij zo in de Knesset in 1983 gezegd, in het Israëlische parlement. En daar is hij nogal om bekritiseerd, want daarmee heeft hij natuurlijk zichzelf een beetje vrijgepleit. Terwijl achteraf gezien het zeer de vraag is of dat wel terecht was. Zeker ook vanuit huidig perspectief. Je ziet dat veel van die mensen uit die generatie misschien toch op een of andere manier betrokken waren bij de Tweede Wereldoorlog. Günter Grass heeft zelf moeten toegeven dat hij SS-lid was geweest. En bovendien in de Hitlerjugend waren ook veel fanatieke navolgelingen van de NSDAP. En het blijkt ook uit het historisch onderzoek dat Hitlerjugend ook werd ingezet voor vervelende klusjes. Dus het is echt niet zo dat idee van dat hij door de genade van de late geboorte zijn generatie helemaal niet betrokken is geweest bij die oorlog. Maar hij heeft dat wel heel nadrukkelijk gebruikt. Wat hij ook gebruikte, wat bij zijn opvattingen over die Duitse geschiedenis behoorde, eigenlijk is de, in lijn met Adenauer, is dat hij oog had voor alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En dat betekent dus niet alleen Joden, Zigeuners, of Sinti en Roma moet je natuurlijk zeggen, homoseksuelen enzovoort, maar zeker ook oog voor de mensen van wie hun huizen gebombardeerd waren, de krijgsgevangenen en zelfs ook voor soldaten uit de Weermacht die ook slachtoffer konden zijn van de Tweede Wereldoorlog of SS'ers. En natuurlijk had dat ook te maken, in zekere zin te maken met een soort verkiezingsstrategie van de CDU. De rechtse kiezer, voor een deel van de rechtse kiezers, worstelde met het verleden en ook met hun eigen actieve betrokkenheid bij het nationaal socialisme. En een deel was niet heel goed hoe ze daar afstand van moesten nemen. En Kool bediende deze mensen net zo hard als andere Duitsers, om het maar even zo te zeggen. En dat maakte dus deel uit van zijn actieve geschiedenispolitiek.
of geschichtspolitiek. En waar nog een ander belangrijk element een rol speelde, is dat voor hem die de lange geschiedenis, Duitse geschiedenis een inspiratiebron moest zijn. Mensen moesten zich kunnen optrekken, zeg maar, aan evenzeer aan Goethe als aan de sociale marktwirtschaft van na de Tweede Wereldoorlog. En hij wilde dus niet dat die Tweede Wereldoorlog zo centraal zou komen te staan in het hele geschiedenisbewustzijn. Hij ontkende de Holocaust absoluut niet en zag ook een bijzondere band met Israël, maar wilde eigenlijk die lange Duitse geschiedenis in beeld brengen, want vond dat door de linkse regeringen, de sociaaldemocraten, die Tweede Wereldoorlog veel te centraal was komen te staan en men eigenlijk geen kennis meer had van de andere geschiedenis, de rest van de geschiedenis van Duitsland. Nou, hoe zag die politiek er dan uit? Concreet, 1982 werd hij kanselier en sprak hij al heel snel over een geistig-moralische wende, dus een geestelijke morale ommekeer eigenlijk die hij tot stand wilde brengen. Mensen moesten natuurlijk weer vlijtig aan het werk, tegen de werkloosheid streed hij. Maar daar hoorde ook bij dat er dus inderdaad inspiratie uit het verleden zou moeten kunnen opdoen. En vandaar dus ook dat hij in zijn regeringsverklaring al meteen sprak over de oprichting van twee Duitse musea. Eentje voor de geschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog en eentje voor de lange Duitse geschiedenis, zeg maar, tot 1933. Zodat dus die hele Duitse geschiedenis in een bredere context kon worden geplaatst. Je kunt je voorstellen dat met name de kritische linkse intellectuelen hier zwaar door geërgerd waren. En met name ook omdat zij vonden dat erkenning van schuld en erkenning van de misdaden van de Tweede Wereldoorlog juist een belangrijk element van die Duitse democratie moest zijn. Daar zat een heel duidelijk deel, of dat maakte deel uit van ja, de polarisatie tussen links en rechts. Het leidde uiteindelijk tot de oprichting van het Haus der Geschichte in 1994 in Bonn. Toen Bonn al geen hoofdstad meer was, de ministeries moesten nog wel naar Berlijn verhuizen. Dus het was duidelijk dat het museum in een provinciestad kwam te staan. Maar het is een zeer mooi museum. Wij gaan er altijd met studenten van de Master Duitslandstudies gaan we er ieder jaar heen. Het is heel interessant om te zien natuurlijk ook wat het narratief van dat museum is. Het is natuurlijk toch een beetje van donker naar licht, hè. Je begint met de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog. Je gaat door een donkere tunnel heen en die geschiedenis lijkt steeds lichter te worden. En dat past eigenlijk wel, dit is, wordt ook wel vaak een ervolksnarratief, hè, zeg maar, een narratief van succes genoemd. Ja, dat past wel bij de discussie waar we straks bij komen, want er is natuurlijk juist door de vluchtelingencrisis heel veel kritiek ook op dit soort successtories gekomen. En we zitten dus eigenlijk midden in de discussie van de vraag hoe succesvol die Bondsrepubliek nu eigenlijk wel niet is geweest. Als tweede museum dat in, zeg maar, tentoonstellingen al in 1991 actief was, maar eigenlijk pas echt het gebouw geopend werd in 2006, is het Deutsches Historisches Museum, DHM heet het ook wel. Ook dat was een bijzonder geval in die zin dat in de DDR al het Museum für Deutsche Geschichte was. Een communistisch museum dat eigenlijk de hele geschiedenis van Duitsland tot aan de communistische heilstaat beschreef. En dat museum was natuurlijk meteen outdated. En men kon dus beginnen met de herinrichting van hetzelfde gebouw. En dat is nu dus het DHM geworden. En ook dat, daar is eigenlijk de intentie om de Duitse geschiedenis in Europese context neer te zetten. En dat kan natuurlijk ook een beetje als je denkt aan het Heiliges Römische Reich Deutscher Nation. Dat natuurlijk eigenlijk een soort mengelmoes van stadjes en deels en staatjes en keurvorstendommen was in een groter Europa. En er zijn mensen die dat heel graag vergelijken met de huidige machtsverhoudingen binnen de
Europese Unie. Er zijn ook veel historici die vinden dat het totaal onvergelijkbaar is. Maar die, ja, dat is een hele discussie die je natuurlijk kunt stellen. Het is lang geleden. Het is natuurlijk een hele andere tijd. Andere machtsverhoudingen en ook andere belangen en interesses. Maar een vergelijking is zeker mogelijk. Die musea zijn dus komen min of meer uit de koker van Helmut Kohl. En zoals ik al zei, de linkse intellectuelen waren daar zeer kritisch over. En voor een deel de historicusstrijd die Habermas min of meer heeft gelanceerd. Hè, daar speelden die beide musea en de relativering van de geschiedenis van 33 tot 45 wel degelijk ook een heel belangrijke rol. Die historicusstrijd over de uniciteit van de Holocaust natuurlijk. Maar die musea komen ook in de hele discussie en ook al in het eerste artikel van Habermas, Eine Art Schadensabwicklung, komen die musea wel degelijk terug. Doorn in het oog van heel veel linkse intellectuelen, maar eigenlijk ook van heel veel Duitse burgers, was de Bietburg-affaire in 1985, 40 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Helmut Kohl had Ronald Reagan uitgenodigd om naar een oorlogsbegraafplaats te gaan, en wel die van Bietburg-Kolmeshöhe, waar veel Duitse soldaten lagen. Het idee was eigenlijk om daar, het was ook vlakbij een Amerikaanse legerbasis, om daar samen soldaten te eren. Maar het bleek ook dat daar 59 SS'ers lagen. En dat was natuurlijk een beetje tegen het zere been van velen. En vandaar ook dat er veel protest was tegen deze uitnodiging. En Reagan uiteindelijk toch besloot daarheen te gaan. Maar dat te combineren met een bezoek aan het concentratiekamp Bergen-Belsen, zodat duidelijk was aan welke kant men stond. Maar dit was natuurlijk vooral een doorn in het oog van veel mensen, omdat Kohl daarmee bewees oog te hebben voor alle slachtoffers, inclusief de mensen die zeer betrokken waren bij, ook bij nazi-misdaden. En dat natuurlijk toch een beetje een lastige vraag is, kun je een hiërarchie maken van slachtofferschap? Ja, zeggen natuurlijk velen. En Kohl zelf wilde dat eigenlijk min of meer ook uit verkiezingsoogpunt vermijden, die hiërarchie. Ja, het tienpuntenplan van vlak na de Wende, 1989, de Friedliche Revolution moet je eigenlijk zeggen, de Vreedzame Revolutie. Dat tienpuntenplan zou je ook als een vorm van geschiedenispolitiek kunnen zien. In die zin dat Kohl natuurlijk nadrukkelijk de actualiteit, de actuele vragen die er op dat moment speelden, verbond met zijn geschiedsopvatting dat het Duitse volk eigenlijk snel weer een eenheid zou kunnen vormen en de Oost-Duitsland of de DDR zich snel zou moeten kunnen verenigen met West-Duitsland, de Bondsrepubliek, zodat die Duitse kwestie snel zou worden opgelost. Natuurlijk het ideaal eigenlijk van heel veel Duitse politici sinds de Tweede Wereldoorlog en zeker ook van Kohl, die geschiedenislessen dus heel goed meegenomen had. En juist omdat hij die geschiedenislessen zo goed meegenomen had, kon hij ook heel snel reageren en snel met zijn tienpuntenplan komen om te komen zeg maar tot een mogelijke confederatie, zo was het op dat moment nog, tussen Oost- en West-Duitsland. Hulp aan Oost-Europa was heel erg belangrijk. En een soort inbedding van zowel Duitsland als Oost-Europa in een nieuwe Europese Unie. En je ziet dus, dat kwamen we tegen ook in het artikel van Jeffrey Olick, dat daar ook een paar rare bijverschijnselen komen. In de oorlog was Frederik de Grote herbegraven uit angst dat zijn graf zou worden gebombardeerd door de nazi's. En vlak na de val van de muur is Frederik de Grote weer terugbegraven, zou je kunnen zeggen, in Sanssouci in Potsdam. Dus is hij terug bij zijn oorspronkelijke graf bij de koninklijk
en later keizerlijk paleis Sanssouci terechtgekomen. In aanwezigheid van Helmut Kohl zelf, die daar kennelijk dus ook enige belang aan hechtte. En dat past wel in dat beeld van die lange Duitse geschiedenis. Frederik de Grote als verlicht vorst. Is natuurlijk ook een beetje de vraag of je hem echt als verlicht vorst moet zien. Of misschien niet toch als een militair strateeg die vooral veel oorlog heeft gevoerd. Maar voor Kohl gold natuurlijk vooral dat Frederik de Grote een verlicht vorst was die een plek verdiende in die lange Duitse geschiedenis. Maar het meest naar voren komt die geschichtspolitiek van Kohl natuurlijk in de herinrichting van de Neue Wache. Dit hebben we uitgebreid besproken. In 1993 als centrale gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland. Für die Opfer vom Krieg und Gewaltherrschaft. En dan zijn we weer bij het hele verhaal. Voor alle slachtoffers van oorlog en geweld. Whoever that may be. Die herinneringscultuur van Kohl is eigenlijk niet uitzonderlijk, zou je kunnen zeggen. Want het geldt eigenlijk voor elke Duitse politicus na 1945. Dat de actuele politiek en de actuele, zeg maar, streven naar een inbedding van Duitsland in Europa wel degelijk ook een relatie heeft met dat verleden. Dus voor Adenauer gold natuurlijk heel sterk dat hij afstand nam van Oost-Pruisen en van het idee dat Duitsland ook een Oost-Europese oriëntatie had. Hij koos voor de Westbindung en duidelijk natuurlijk voor een nieuwe bondsrepubliek op democratische leest. En koos daarvoor eigenlijk ook voor een andere geschiedenis dan voorheen. En daarvoor hoorden ook nieuwe eikpunten, natuurlijk de Republiek van Weimar, misschien ook de Paulskirche in Frankfurt. Daar zie je dus dat zowel geschiedenis als actualiteit en toekomst met elkaar te maken hebben. Dat gold natuurlijk net zo goed voor Willy Brandt's Oostpolitiek, die de toenadering tot Oost-Europa zocht, maar ook wel een beetje om dus, ja, in de hoop dat de DDR en de Bondsrepubliek weer samen zouden komen. Een neutraal Duitsland eventueel. Dat was een idee van de Sociaaldemocraten. Het is natuurlijk even niet helemaal duidelijk wat voor een Duitsland het moest worden in die Koude Oorlog. Maar een streven om te kijken hoe Oost- en West-Duitsland ooit weer samen zouden kunnen komen. We zien het in Kohl's tienpuntenplan. Maar we zien het eigenlijk ook in Merkels opvattingen over Europa. Waar zij heel nadrukkelijk eigenlijk een nieuw Europa ziet als een rechtsgemeinschaft. Van verdragen die geëerbiedigd moeten worden. En waarbij toch, ik denk, ook haar persoonlijke verleden van uit de DDR een heel belangrijke rol speelt. Want zij begint bijna elke lezing hierover ook met toch een soort referentie aan van ik had nooit kunnen verwachten dat ik op dit moment hier zou staan. Want tot mijn 35ste werkte ik als wetenschappelijk medewerker aan de DDR. Ik heb het net ook al gezegd, die herinneringscultuur en de Duitse politiek hebben op een of andere manier zijn ze met elkaar verbonden. Aleida Asman met haar idee van dialogische herinneringscultuur, transnationale herinneringscultuur, die in dialoog staat met elkaar als een oplossing om Europa verder te brengen. Weliswaar vanuit die verschillende nationale herinneringsculturen als uitgangspunt. Dus niet opheffen van nationale herinneringsculturen, maar juist nationale herinneringscultuur met elkaar in gesprek laten gaan. Dat is een typisch idee wat hoort bij die Duitse cultuur. En dat is dus een logisch eenheid. We hebben het artikel van Jeffrey Olick gelezen. Getiteld What Does It Mean to Normalize the Past? Official Memory in German Politics Since 1989. Over herinneringscultuur eigenlijk voor en na de vreedzame revolutie. Voor en na de val van de muur in 1989. En ik wil heel eventjes dit artikel in vogelvlucht bespreken. Omdat het past eigenlijk heel nadrukkelijk bij het thema logisch van vandaag. Olick begint met een essay van
het essay Aufarbeitung der Vergangenheit van Adorno natuurlijk. Wat al in 1959 is geschreven en wat als in zekere zin als een kritiek gezien kan worden tot op de vergangenheidsbewältigung, dus de manier om in het reine te komen met het verleden van dat moment. Hij ziet dat idee van vergangenheidsbewältigung, wat ook past bij Adenauer, veel meer als een manier om dat verleden eigenlijk een beetje met rust te laten en er niet te veel meer over te willen spreken, in lijn met wat later Hermann Lubbe communicatives beschweigen heeft genoemd. Hè? Dus een periode waarin vooral veel gezwegen werd over dat verleden. En in plaats daarvan spreekt hij over die Aufarbeitung der Vergangenheit, oftewel een heel nadrukkelijk het verwerken, het doorwerken en het doorspitten, zou je bijna kunnen zeggen, van dat verleden. Het graven naar het verleden, naar het pijnlijke verleden, wat dus wel degelijk een plek moet krijgen. Het interessante is dat hele begrip vergangenheidsbewältigung, wat zo bij die Duitse cultuur, een herinneringscultuur hoort, zowel erg bekritiseerd werd, omdat men vond, de linkse intellectuelen eigenlijk vonden dat er te weinig verantwoordelijkheid werd genomen voor het verleden. Maar eigenlijk ook door rechts heel erg bekritiseerd werd, omdat die vonden het een beetje een soort van zelfpijniging, een onnodige zelfpijniging, om voortdurend maar weer stil te moeten staan bij dat pijnlijke verleden. Dat past een beetje ook bij de discussie die we tot nu toe hebben gehad over Helmut Kohl. Volgens Olick zijn er eigenlijk drie vormen van legitimatie van dat verleden in Duitsland terug te vinden. De eerste noemt hij de reliable nation, dus een natie die verantwoordelijk is in die zin waar je op kan bouwen dat de instituties, de democratie, maar ook de Europese economische gemeenschap, Euratom enzovoort, dat Duitsland voldoet aan de wensen binnen dat institutionele kader. Het tweede noemt hij de moral nation. En dat is eigenlijk een staat die pas ontstaan is in de jaren 60. Toen natuurlijk veel meer kritiek kwam op dat verleden van de Tweede Wereldoorlog. En de vaders en grootvaders werden bevraagd van wat heb jij gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Dus daar past het concept eigenlijk van een moral nation. En de derde concept is dat van een normal nation. En dat is het concept waar natuurlijk Helmut Kohl heel sterk naar streefde. Normalisering van Duitsland. Duitsland moest een staat zijn als alle andere staten. Niets aparts. Elke staat heeft zo zijn pijnlijke verleden. Nederland heeft het koloniale verleden. Frankrijk kun je Algerije of Vietnam noemen. Amerika heeft de slavernij. En zo had Duitsland ook zo zijn pijnpunten. Iets wat logisch is. Andere landen hebben dat ook. En niet iets om Duitsland daarmee een positie van een zonderweek, hè, van een uitzonderlijke positie toe te kennen. Kohl, die normalisering, daar hoorde eigenlijk ook dat idee van die lange Duitse geschiedenis bij. Hè? Niet alleen maar 33 tot 45, nee, we gaan terug tot de middeleeuwen of de Romeinse tijd, Arminius en de slag bij de Teutoburger Wald. Die hele lange geschiedenis geeft hem een plek en dat past zeker in het concept van normalisering. En tot slot, dat geeft Olick ook heel nadrukkelijk aan, dat die normalisering min of meer bereikt moest worden door de ritualisering van een aantal data. Zoals daar zijn 30 januari, 8 mei, 1 september en 9 november. En jullie weten natuurlijk allemaal welke data ik bedoel. Dat is namelijk de benoeming van Adolf Hitler als Reichskanzler op 30 januari 1933. 8 mei was de dag van de unconditional surrender, hè, dus de overgave van Duitsland in 1945. 1 september was het begin van de Tweede Wereldoorlog, de slag bij de Westerplatte in Gdansk. De oorlogsverklaring aan Polen. En 9 november was de
pogrom, zoals het in Duitsland wordt genoemd, omdat men Kristallnacht eigenlijk liever niet meer wil noemen. Kristallnacht is een term die de nazi's zelf eraan gaven, maar dat is natuurlijk de 9e november en dat is meteen geeft alweer aan hoe moeilijk het met de herinneringscultuur is, want op 9 november 1989 viel de muur. Dat is eigenlijk een belangrijke herinnering en dat de herdenking van de val van de muur wordt ook vaak groots gevierd, terwijl op 3 oktober, de dag van de Duitse eenheid, ja, dat is meer een vrije dag die niemand weet waarom dat nou allemaal precies zo geweest is. Ohlig heeft een stelling in zijn artikel dat namelijk normalisering na de val van de muur succesvoller was, of Kohl's streven naar normalisering, na de val van de muur succesvoller was dan ervoor. We hebben het al gezien, die Bietburg-affaire, dat was weinig succesvol natuurlijk. En Kohl werd natuurlijk, ja, Kohl zat in een zeer gepolariseerd cultureel klimaat. Werd hem heel veel aangegeven, vooral dat normalisering relativering betekende. Hè? Relativering van de schuld en relativering ook van de genocide en de massamoord op de Joden. Daar waren veel mensen erg bang voor. Dat ging eigenlijk, de politiek van Kohl bleef altijd moeizaam. Of moeizaam is misschien niet het juiste woord, want hij had zeker ook succes, maar het werd hem wel. Hij werd van alle kanten vaak bekritiseerd. Te beginnen al natuurlijk met het 10-puntenplan en het snelle streven naar een Duitse eenheid, dat door Margaret Thatcher, François Mitterrand en Ruud Lubbers zwaar bekritiseerd werd. En Thatcher had in haar handtasje op de grote conferentie van EU-leiders op 9 december in Straatsburg een kaart van Europa in de Tweede Wereldoorlog. En zij in de wandelgangen, we've beaten the Germans twice and now they are back. Oftewel, die Tweede Wereldoorlog zat daar nog heel sterk, leefde nog heel erg sterk. En het werd vergroot doordat Kohl de Oder-Neisse grens niet zomaar wenste te accepteren. Dus dat is de huidige grens van tussen Duitsland en Polen, die er al lag sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar die voor de verdrevenen uit Oost-Europa pijnlijk was, want die zagen natuurlijk nog steeds Silesië en Oost-Pruisen als deel van Duitsland, van het huidige Duitsland. En Kohl wilde die kiezersgroep eigenlijk nog bedienen en niet te veel afstand nemen. In de praktijk betekende het niks, want in de praktijk accepteerde die Oder-Neisse grens na afloop van alle onderhandelingen natuurlijk wel. Maar op dat moment deed hij dat niet en dat stuitte natuurlijk op heel veel onbegrip bij buurlanden, niet in het laatste plaats bij Nederland. Onze eigen minister Van den Broek en Lubbers ook. Een tweede probleem eigenlijk bij dit idee van normalisering was dat het rechtsextremistische geweld wat er wel degelijk was en wat ook steeds groter werd in de jaren 1992-1993 min of meer gebagatelliseerd werd. Een voorbeeld in het artikel is dat bij een van die aanslagen niet de Binnenlandse Veiligheidsdienst erop afgestuurd werd, maar Buitenlandse Zaken erop afgestuurd werd om te zorgen dat dat zo in het buitenland zo min mogelijk tot reuring zou leiden. Ja, dat is natuurlijk een politieke. Kohl ging ook niet naar begrafenissen van slachtoffers van rechtsextremistisch geweld, waar die erg voor bekritiseerd is. Dus in die eerste jaren zou je kunnen zeggen dat zijn idee van normalisering, dat ja, nog wel eventjes op zich liet wachten of dat nou hoe succesvol dat was. En dat zie je natuurlijk ook bij de inrichting van de Nieuwe Wacht, waar heel veel debat over is. Maar dennoch, Ohlig beschrijft een aantal nieuwe ontwikkelingen die er eigenlijk voor zorgt dat die normalisering dus succesvoller was dan voorheen. Hij zegt dat regering Kohl somewhat better at the game was door oog te hebben voor ritualisering van dat verleden.
Ik zou nog heel even zoeken, maar ik denk dat dat in het werkcollege makkelijker was, maar in een digitaal college wat moeilijker om te zien welke bladzij hij dat zegt. Ik denk zo rond 275, maar dat laat ik dan maar eventjes voor wat het is. Waarom denkt Olik dat normalisering dus... Kool daar succesvoller mee is, omdat er natuurlijk veel oog voor ritualisering komt. En die komt er vooral natuurlijk doordat Berlijn de hoofdstad wordt en in die hoofdstad er allerlei plekken komen waar dat verleden een plaats krijgt, zoals het Holocaustmaanmaal en het Jüdisches Museum, allerlei plaatsen waar dat verleden een plek krijgt, midden in de hoofdstad. En waar de regering Kool dus ook oog voor krijgt. Hoewel de Holocaustmaanmaal uiteindelijk pas in 2005 er gekomen is en daar ook nog heel veel strijd over gevoerd is. Olik denkt ook eigenlijk dat het debat over de Duitse geschiedenis zich zodanig verder ontwikkelt dat dat een steeds minder een rol zal gaan spelen, zolang er maar plekken zijn waar dat pijnlijke verleden een plaats krijgt en ook de aandacht blijft voor de rituelen die daarbij gevoerd worden. Maar hij geeft zelf al aan dat na de Walser-rede het hem niet helemaal duidelijk is of dat verleden nou minder belangrijk gaat worden. En ik moet ook eerlijk zeggen dat als je kijkt naar de loop van die Duitse geschiedenis, dat verleden, Duitse verleden, blijft omstreden en blijft een punt van discussie. En in die zin zou je je kunnen afvragen of Olik gelijk heeft met zijn stelling. Ik denk trouwens wel, dat is eigenlijk interessant, misschien niet eens zozeer de regering Kool, maar de opvolgende regeringen, dus Schröder, Fischer, maar met name onder Merkel, is er een soort consensus gekomen dat de Duitse herinneringscultuur als een soort voorbeeld gezien kan worden voor andere landen. Dus Merkel is bijvoorbeeld een keer op bezoek geweest in Japan en heeft Japan geadviseerd om veel opener naar het Japanse verleden te kijken. Dat werkt goed, zegt ze, ook in relatie tot de buurlanden, die natuurlijk een kritisch blik hebben op wat Japan gedaan heeft in de Tweede Wereldoorlog en welke rol Japanse militairen bijvoorbeeld gespeeld hebben tegenover de troostmeisjes in Zuid-Korea. Merkel adviseerde om daar veel opener over te spreken. Dat zou ook een betere relatie met de buurlanden tot gevolg hebben. En dat geeft aan ook hoe Merkel daarin stond en hoe die consensus eigenlijk over de Duitse herinneringscultuur, hoe groot die is. Duitsland heeft op een goede manier rekenschap gegeven van het eigen pijnlijke verleden. In monumenten, in rituelen in de samenleving en op allerlei andere manieren, zoals in het eigen onderwijs. Dat het allemaal nog niet zo makkelijk is, blijkt als je gaat kijken naar de verschillende relaties. En zoals al gezegd, de Duits-Poolse relatie is eigenlijk het meest gevoelig. 6 miljoen slachtoffers, een keiharde blitzkrieg al in 1939. Concentratiekampen in Polen, die op dit moment door de Polen zelf bij wet is het verboden om het Poolse concentratiekampen te noemen. Polen vinden dat het Duitse concentratiekampen zijn. Weliswaar op Pools grondgebied. Maar, en wie dus zegt dat het Poolse concentratiekampen zijn, kan daarvoor bestraft worden. Die gevoelige Duits-Poolse relatie is ook meteen na de val van de muur erkend. Frankrijk en Duitsland hebben meteen na de val van de muur in 1991 een soort diplomatiek verbond opgericht. Dat heette Weimarer Dreieck, want het is in Weimar is dat verbond gesloten. De driehoek van Weimar. Waarin ze duidelijk aangeven, zowel Frankrijk als Duitsland, dat zij een historische verantwoordelijkheid hebben tegenover ten opzichte van
van Polen. Die Weimar-Dreieck hield uiteindelijk toch weer ook weer niet zo heel veel in. De bedoeling is dat er ook culturele uitwisseling is en dat er extra aandacht is voor Polen. Dat in de praktijk is dat er zeker wel, maar wat de Weimar-Dreieck op dit moment nog precies inhoudt, ik weet niet of mensen dat zich realiseren. Wat wel heel belangrijk is, is dat als het gaat om de aansluiting van Oost-Europese staten bij de Europese Unie, Duitsland een historische verantwoordelijkheid voelde voor aansluiting van die staten. In Duitsland heet het ook de Osterweiterung, 2004. Hè. 10 Oost-Europese staten hebben zich aangesloten bij de Europese Unie. En voor velen in Duitsland, zeker van de oudere generatie, was dat een heel gelukkig moment. Als ik het goed heb, was het de 4e mei of zo, of de 1e mei, is in ieder geval in mei 2004. En de oud-bondspresident Richard von Weizsäcker, die ook een familie, ik dacht een broer, verloren had in de Tweede Wereldoorlog, zei dat die dag in mei 2004 de gelukkigste dag van zijn leven was. Omdat daarmee zeg maar de verantwoordelijkheid en schuld die Duitsland had ten opzichte van Polen enigszins recht gedaan werd. En Polen weer bij het Europese verbond hoorde. Dat het ook niet zo makkelijk was, blijkt wel uit de literatuur die we gelezen hebben. Ik vond het zelf een heel interessant stuk. Een interview met Donald Tusk, toen nog minister-president van Polen. Het heet Die Geschichte ist wieder Ballast, 2007 geïnterviewd. En wat is nou het probleem? En daar zie je dus hoe die Duitse geschiedenis door blijft werken. De Bund der Vertriebenen, dus terwijl de bond van de verdreven vluchtelingen uit Oost-Europa, de Duitse Bund der Vertriebenen, wel een conservatieve bond, zeg maar, van wat er representanten van wat er overgebleven is van die 10 tot 12 miljoen vluchtelingen uit Oost-Europa die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog naar Duitsland vluchten. Die Bund der Vertriebenen wilden een Centrum gegen Vertreibung oprichten, een centrum tegen verdrijving in Berlijn, waarbij ze aandacht hadden voor alle Europeanen die verdreven waren. Dus naast allerlei, je hebt de Krim-Tartaren, die zijn verdreven. De Sudeten, in Sudetenland waren er problemen. Uiteindelijk zijn de Sudeten-Duitsers ook allemaal verdreven. Joden zijn verdreven. Zo kun je een heleboel groepen opnoemen die verdreven zijn. En natuurlijk was de grote angst in Polen dat daarmee eigenlijk het slachtofferschap van de Polen zelf, maar ook van de Joden, gerelativeerd werd. Immers, als je een centrum gegen Vertreibung op inricht, en wat een heel duidelijk in Berlijn staat vanuit het opgericht vanuit de Bund der Vertriebenen, dan weet je dat het een van de doelen is eigenlijk om de Duitse verdrevenen wel degelijk op een gelijk level te plaatsen, om het maar even zo te zeggen, als alle andere verdrevenen. En dat is natuurlijk ligt erg pijnlijk, ligt gevoelig. En met name in Oost-Europa. Tusk als minister-president geeft ook aan dat er een Pruisische trooihand werd opgericht, ook door diezelfde groep. En dat was eigenlijk een trooihand die wilde het Oost-Pruisische bezit, het Duitse Oost-Pruisische bezit, claimen. En dan natuurlijk ook het bezit van Duitsers in Silesië. Wat was namelijk het probleem? Duitsers die bezittingen hadden in de DDR, in het, zeg maar, het gebied van de DDR, voor een deel hebben die hun bezittingen teruggekregen. En met name ook mensen die daar dus hun kastelen hadden enzovoort, of tenminste hun familie, hun voorvaderen, daar is een soort regeling voor getroffen. Maar de mensen die familie hadden in Oost-Pruisen of in Silesië, grote delen van Polen, die hebben niks teruggekregen. En dat vond mensen binnen de Bund der Vertriebenen vonden dat onrechtvaardig. En daarom hebben zij de Pruisische Trooihand opgericht om die claims te kunnen stellen. Daar was natuurlijk heel veel onrust over in Polen. En als gevolg daarvan heeft Donald Tusk het initiatief
ondersteund of genomen om een museum voor de Tweede Wereldoorlog op te richten in Gdansk. We hebben het er uitgebreid over gehad. Een museum dat Oost- en West-Europese perspectieven moest samenbrengen over de Tweede Wereldoorlog. En dat met hulp van veel experts, onder andere Timothy Snyder uit Amerika, ook tot stand gekomen is en dat bij opening een groot probleem werd, omdat de PIS-regering, de huidige conservatieve regering, vond dat er te weinig oog was voor de Poolse helden en ook voor de Poolse slachtoffers, zoals bijvoorbeeld in de opstand van Warschau in 1944. En je ziet dus hoe extreem problematisch eigenlijk die beide herinneringsculturen zijn. En daar waar Tusk nog heel erg op Duits, op de hand van Europa was en op de hand van Duitsland, had Tusk ook, gaf ook al aan hoeveel wrijving er eigenlijk was en hoe moeilijk het ook lag. Bijvoorbeeld geeft een heel leuk voorbeeld in het interview dat Günter Grass, Tusk was dissident, dus nog in 87 sowieso zeg maar, was hij actief als een soort liberaal dissident, niet bij Solidarność, maar meer bij de liberalen hoorde hij thuis. En als dissident heeft hij contact gehad met Günter Grass. En je kunt het in het interview uitgebreid lezen hoeveel misverstanden er waren tussen Grass en deze dissidenten. Onder andere over het feit dat die dissidenten veroordeelden de Sovjet-Unie. Grass was misschien wel een zekere fan van Gorbachev. De dissidenten hadden niets met de Sandinisten in Nicaragua, terwijl voor Günter Grass waren de Sandinisten en Solidarność op één en hetzelfde level. En je ziet dat er dus heel veel misverstanden zijn tussen die Oost-Europese en West-Europese herinneringsculturen en hoe belangrijk het is eigenlijk om daar aandacht voor te hebben. Dat komt ook heel nadrukkelijk terug in het artikel van Jürgen Habermas, die ook geïnterviewd wordt eigenlijk ook over die Pools-Duitse problemen en daar nadrukkelijk aandacht heeft ook voor het Duitse slachtofferschap, een idee over Duitse slachtofferschap, en zegt het, dat het niet onterecht is dat daar ook aandacht voor is. Elk land heeft aandacht voor zijn eigen slachtoffers, maar dat moet niet uit de hand lopen in nieuw nationalisme. Ik ga snel door. Op dit moment liggen die Pools-Duitse relaties extreem gevoelig. Met name ook omdat de Polen vinden dat de Duitsers eigenlijk een nieuwe machtsbasis in de EU hebben gevonden. En de Polen ook bezig zijn met een grote onderzoek naar hoe groot de schade in Polen is geweest van de Tweede Wereldoorlog. En zij dus een claim bij de Duitse staat willen neerleggen. En dat gaat om miljarden. En, ik geloof honderden miljarden. Eenzelfde probleem hebben we gezien bij Griekenland. Na de Griekse kredietcrisis moesten er oplossingen gevonden worden. En de Duitse oplossing bleek vrij dominant. Namelijk, Griekenland kan leningen krijgen onder de voorwaarde dat ze streng gaan bezuinigen. En dat zij dus ook zorgen dat ze een nieuwe staatshuishouding hebben zoals de Duitse, waarbij het min of meer een zwarte nul plaatsvindt, hè? Dus geen begrotingstekorten meer. Dat was natuurlijk tegen het zere been van de Grieken. Die waren daar absoluut niet enthousiast over. En een van de reacties die je dan ziet is dat ook de Grieken een commissie hebben ingesteld om de schade die de Duitsers hebben toegebracht in de Tweede Wereldoorlog te inventariseren. En ook de Grieken dus met een officiële claim zouden komen. Maar internationaal rechtelijk is die claim eigenlijk helemaal niet meer mogelijk. Want dat is eigenlijk is al veel eerder afgehandeld in de conferentie van Londen. Nou, dat is gewoon allemaal veel te ver om daar nu uitgebreid op in te gaan. Dus die claim zal waarschijnlijk uiteindelijk nooit betaald worden. En ik vraag me ook af of die ooit is ingediend. Maar je ziet op momenten dat het moeilijk wordt, zie je dus dat de Tweede Wereldoorlog plotseling ook weer een rol gaat spelen. In Nederland was het interessant. Die Tweede Wereldoorlog heeft een heel grote rol gespeeld. Zo in begin jaren 90. Op het moment dat dus de Duitse eenheid gesmeed was en de DDR als antifascistische staat was opgegaan in de Bondsrepubliek. En je zou kunnen afvragen of al die anti-Duitse sentimenten die er in Nederland waren niet ook te maken hadden met een groter Duitsland dat plotseling naast Nederland was herrezen, om het maar zo te zeggen.
En om heel snel even verder te gaan. Het is interessant om de verschillen tussen Frankrijk en Groot-Brittannië te zien. Frankrijk heeft heel nadrukkelijk werk van gemaakt om samen met Duitsland die Tweede Wereldoorlog, je moet eigenlijk zeggen de beide wereldoorlogen, te herinneren. Beroemd is natuurlijk de foto van François Mitterrand samen met Kohl in 1983 of 84, waar ze hand in hand voor het Knekelhuis bij Verdun staan, als teken van verzoening, maar natuurlijk ook als soort teken van samen gaan wij die Europese integratie meer een gezicht geven. Dus je ziet daar dat verzoening van het verleden, de hedendaagse politiek en de toekomst komen eigenlijk in die foto samen. Je ziet allerlei manieren op een gegeven moment mocht kanselier Gerhard Schröder ook bij de herdenking van D-Day aanwezig zijn. Dus de Franse en de Duitse herinneringscultuur is steeds meer met elkaar vervlochten. Dat is in Groot-Brittannië nooit gebeurd. En Groot-Brittannië heeft eigenlijk op het eiland, zou je kunnen zeggen, die herinneringscultuur altijd Brits gehouden. Veel aandacht met name ook voor de Eerste Wereldoorlog. Met altijd een klaproos in het revers. Heel veel mensen hadden dat, hebben dat nog steeds. Altijd rond eind oktober, begin november. En je ziet dan ook dat de Brexiteers niet alleen iets tegen Europa hebben, maar eigenlijk vooral tegen de macht van Europa. En die wordt vaak, dat hoor je nog alles, gedomineerd door Duitsland. Dus Duitsland heeft daar ook een probleem in de relaties met Groot-Brittannië, die Duitsland en Merkel in het bijzonder goed wil houden. Met name vanuit defensieoogpunt, maar ook vanwege de Duitse auto-industrie, die in Groot-Brittannië natuurlijk heel actief is. Maar als Duitsland een te grote mond zou hebben, zeg maar, of zich plotseling weer heel dominant zou opstellen, dan zullen een deel van de Brexiteers verwijzen naar die Tweede Wereldoorlog. En zo zie je dat die Tweede Wereldoorlog op een of andere manier in het buitenlands beleid altijd wel een rol speelt, zij het op de achtergrond. Want je moet niet denken dat als er weer een kredietcrisis, er komt nu weer een crisis, met de Duitsers meteen zullen nadenken over, we hebben het nu met de coronacrisis, dat de Duitsers meteen dat zullen relateren aan de Tweede Wereldoorlog of andere, maar het is meer dat vaak achteraf of tijdens een crisis het als een van de argumenten terug blijft komen. Tot slot, die Duitse herinneringscultuur en zeg maar als nieuwe Duitse kwestie wordt sinds 2015 ook heel nadrukkelijk betwist door de AfD en door Pegida. Overigens zijn er in Duitsland zelf wel discussies over. Er is vorig jaar een boek verschenen van Norbert Frey en onze eigen Christina Morina, omdat ze bij ons werkte toen zij dit schreef op het DIA. Zu rechten Zeit, wieder die Rückkehr des Nationalismus. Dit boek gaat er eigenlijk van uit dat het nationalisme en het, zeg maar, het extreemrechtse gedachtegoed er sinds de Tweede Wereldoorlog altijd geweest is. En dat er een soort continue lijn is. En dat dit soms ontkend is door mainstream politici. Maar dat dat altijd op de een of andere manier toch actief aanwezig geweest is. Het is in ieder geval sterk naar boven gekomen na 2015. En interessant is dat de leiders van de AfD ook die Duitse consensus van de herinneringscultuur enorm hebben bekritiseerd. En je ziet het in de praktijk, in de rituelen, bij Pegida, die maandagdemonstraties organiseert, waarop geroepen wordt, wir sind das Volk. En dat is dus een soort kloof tussen wij en Berlijn wordt gecreëerd. En dat zijn allemaal parolen die eigenlijk al te herleiden zijn tot de maandagdemonstraties in Leipzig in 1989. Waar ook geroepen werd, wir sind das Volk. En dat werd uiteindelijk, wir sind ein Volk. En daarmee werd dus de Duitse eenheid min of meer ingeleid. En dat idee van wir sind das Volk, dat past dus bij de dissidenten in de DDR. En bij de mensen die protesteerden in de DDR, werd plotseling door Pegida overgenomen en hebben daarmee dus een deel van de eigen herinneringscultuur geclaimd. Maar de kritiek, waar ik het ook vooral over wil hebben,
is de kritiek op natuurlijk het Holocaust-maanmaal en op het belang van de Duitse geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, zeg maar, voor het, de identiteit van Duitsland. En dan zijn we eigenlijk terug bij een oude discussie die al door Kohl werd gevoerd als het gaat om normalisering. En dan zien we dus, ik zal een paar uitspraken eruit pikken. En het ene is van Björn Höcke, die in Dresden bij een toespraak voor de jonge afdeling van de Alternatief voor Duitsland zei: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat." En dan heeft hij het natuurlijk over het Holocaust-maanmaal. Interessant hier van dit, aan deze zin is dat hij eigenlijk het niet bekritiseert, maar dat hij het wel zo zegt en dat hij zich ook nog min of meer beroept op de reden van Martin Walser, die eigenlijk die niet zozeer de Duitse herinneringscultuur zelf ter discussie wilde stellen, maar wel het belang dat er voortdurend gehecht werd, zeg maar de instrumentalisering van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland en het belang wat er voortdurend aan de Holocaust gehecht werd, alsof de Holocaust ook in elke literaire verwerking van Duitsland zou moeten voorkomen. Dit gaat natuurlijk veel verder, want hier is natuurlijk de kritiek op die Duitse herinneringscultuur inhoudelijk. Het moet namelijk niet meer een denkmaal der Schande zijn, maar we moeten trots zijn op die Duitse geschiedenis. Wir brauchen nichts anders als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Dat is een van die uitspraken die hij daar ook deed. En Alexander Gauland, Höcke is overigens de leider van de AfD in Thüringen, maar hij is wel een heel bekend vooraanstaand politicus, omdat hij zo goed het kan verwoorden en ook pleinen kan toespreken. Alexander Gauland, wel leider van de Duitse AfD, de Bonds-AfD zeg maar. Ze heeft twee jaar geleden inmiddels gezegd dat Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreiche deutsche Geschichte. Oftewel, Hitler en de Nazis zijn maar een vogelpoepje in die hele lange Duitse geschiedenis van meer dan 1000 jaar. Nou, daar is hij natuurlijk extreem voor bekritiseerd, omdat dan ook nog 1000 jaar, bijna een verwijzing naar het 1000-jarige Rijk. Dit soort uitspraken worden heel nadrukkelijk gedaan, omdat de AfD vindt dat we niet voortdurend maar stil moeten staan bij die Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en de schuld van de Duitsers, maar dat we weer trots moeten zijn op die Duitse geschiedenis. En zo zie je dat het hele verhaal eigenlijk wat begon met Helmut Kohl en zijn geschichtspolitiek hier op een andere manier terugkomt bij de AfD. Maar ik moet wel zeggen, we hebben een hele lange weg gehad. We hebben veel besproken. Het is toch ook een hele andere tijd. Waardoor die herinneringscultuur niet meer, zeg maar, een strijd is tussen mainstream CDU en mainstream SPD. Maar veel meer mainstream in zijn algemeenheid geworden is en bekritiseerd wordt door aan de flank, zeg maar, door de AfD. En de discussies gaan verder. We zijn onderweg. We hebben heel veel monumenten gehad. Heel veel, zeg maar, rituelen. Het verleden heeft een enorme plek gekregen in de Duitse geschiedenis. En een van de oplossingen die je zou kunnen vinden voor, ja, een zoeken naar die Duitse identiteit wordt geleverd door Thea Doorn. Deutsch nicht dumpf, ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten. Dat is de laatste tekst die jullie deze week hebben gelezen. Waarin zij eigenlijk pleit om wel degelijk het oude begrip Kulturnation weer af te stoffen. En eigenlijk ook dat idee van verfassingspatriotisme, maar die samen te brengen. Dus een cultuurnatie, Duitsland te zien als een cultuurnatie die open staat voor anderen, die dus, zeg maar, de willkommenscultuur onderschrijft. Om zodoende te komen tot een soort verlicht patriotisme dat steunt op die Duitse democratie en misschien ook wel die Duitse grondwet, zeg maar, en de hele cultuur die daar
bij hoort. Zodat je dus eigenlijk een link krijgt aan de ene kant tussen de cultuurnation, dat toch vaak als een conservatief begrip gebruikt werd, en het verfassingspatriotisme wat Habermas heel sterk voorstaat. Dus een nationalisme wat eigenlijk niet op etnisch, of patriotisme moet je eigenlijk zeggen, dat niet op etnische gronden of het volk of culturele identiteit gericht is, maar dat gericht is op de democratische regels van de staat en op zeg maar democratie en burgerschap, actief burgerschap en een min of meer een trots op dat wat de Duitse democratie bereikt heeft. Thea Doorn is geen wetenschapper of geen filosoof met een grote naam, maar op zich vind ik het zelf wel het overdenken waard om te denken aan een soort tussenvorm van waarbij zowel aandacht is voor sociale bindingen en misschien ook inderdaad culturele waarden, als voor die democratische ideeën. En toch te proberen om die polarisatie op een of andere manier te overstijgen en op die manier een stap verder te komen. Goed, jullie moeten na deze colleges je wijden aan een essay. En daarover ga ik jullie uitgebreid mailen. En ik hoop dat als je vragen hebt, stel ze gerust. Ik ga gewoon de komende week zoveel mogelijk per mail alles beantwoorden. En het is jammer dat ik kan niet zo zeggen van tot ziens of zo, want we weten niet hoe het verder loopt. En ik heb jullie gemist, moet ik eerlijk zeggen. Dit is toch een beetje one-way traffic. Maar we moeten ook van de nood een deugd maken. En op zich was het ook een aardig experiment, wat overigens niet meer kan na deze dag. Want vanaf morgen is dit gebouw waar dit college wordt opgenomen gesloten. En ik wil de mensen van Canvas, in het bijzonder Sebastiaan, heel erg bedanken voor de mogelijkheid om hier dit college te kunnen geven.